De Alpistar A10R is een sportief model motorbroek die is gemaakt voor zomers gebruik. Ik ben Mark van Motorclean ZTV en in deze video vertel ik jullie meer over de Alpistar A10R beschikbaar bij motorcleanzetten.nl. Vind jij het als het 30 graden wordt te warm om je leren pak aan te trekken, dan is deze Alpistar A10R heel erg goed geschikt voor jou. Hij is gemaakt voor gebruik voornamelijk in de zomer, dus boven de 25 à 30 graden. En dat komt doordat hij is voorzien van een grove meshstructuur. En een meshstructuur wil zeggen dat er ruimte is gelaten waardoor de lucht naar binnen kan, je maximaal kan verkoelen en er aan de achterkant ook weer uit kan. We zien op de valzones wat stevige polyester en natuurlijk de nodige protectie die deze broek nog steeds wel veilig maakt. Speciaal voor de sportievere motorrijders hebben we ook de mogelijkheid om de kniepads eraf te halen. En dan kun je een knee slider opzetten zodat je ook nog steeds sportief kunt rondrijden. Nou, naast dat deze broek natuurlijk is voorzien van een slijtvast materiaal, is die ook voorzien van de nodige protectie. Zo vinden we een grote CE-gekeurde protector op de knieën die echt van bovenaan tot onderaan de broek doorloopt. De oplettende kijkers zullen zien dat dit eigenlijk de Alpistar Trackpants is. Dat is de meest sportieve leren broek uit de collectie van Alpistars, alleen dan puur gemaakt van een ander materiaal. Dus ook qua protectie weet je zeker dat het met deze broek helemaal goed zit. Nou, naast de knieprotectie hebben we ook nog de mogelijkheid om deze broek te upgraden met heupprotectoren. Er zit nu schuim in, maar je kunt er een CE-gekeurde protector in zetten als je echt het allerbeste qua veiligheid wilt. Ook aan de zijkant zien we dus langs de benen meshmateriaal voor maximale verkoeling. En aan de achterzijde zien we dat ook de hele achterkant is voorzien van meshmateriaal en polyester. Het is een vrij stretchend materiaal, dat zorgt ook voor de strakke pasvorm. En aan de achterzijde zien we dat we de mogelijkheid hebben om deze broek vast te ritsen aan een jas. Nou, je kunt ook combineren met een leren jas, maar bijvoorbeeld ook met een zomerse jas uit de collectie van Alpistars. We hebben ook nog een accordion stretch panel, dus als je op een supersportmotor zit, dan zorgt dat ervoor dat je voldoende bewegingsvrijheid houdt en nog steeds comfortabel kunt rondrijden. Aan de onderzijde zien we dan dat de broek is voorzien van een rits. Er zit een nauwsluitende pijp op en dat wil dus zeggen dat je hier een racelaars onder moet dragen en de broek in de laars hoort te zitten. Aan de voorzijde zien we dan dat er ook accordion stretch panels boven de knieën zitten. Dus ook daar weer voor de sportievere houding heb je maximale bewegingsvrijheid. We zien het Alpistar logo terug. En als we deze schermklappen eraf halen, dan zien we dat we hier een volledig klitbandstuk overhouden waar we de knieprotector op kunnen plaatsen en op de juiste positie kunnen zetten. Dus al met al een hele sportieve broek, speciaal gemaakt voor de zomerse dagen. Justin is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 75 kilo en draagt van deze broek een maat 50. Nu ziet dat hij mooi aansluit. Dit is eigenlijk perfect pas. Hou er rekening mee dat hij namelijk niet gaat rekken zoals een leren broek dat doet. Dus hij moet direct van de hanger al gelijk goed zitten. Wil je deze broek een keer in het echt bekijken of meer informatie, dan kan dat in een van onze winkels of op onze webshop. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorcleaning Center doet, volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. En vond u deze video nuttig, klik dan op het duimpje omhoog. Wilt u weten wat voor je de ideale maat motorbroek is, blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motorcleaning Center TV, bedankt voor het kijken.